Goedenavond allemaal. Wij zijn hier vanavond bij elkaar en meneer Jansen zit in het complot. Althans, je moet altijd iemand een beetje in vertrouwen nemen om iets stiekems te kunnen organiseren. En we hadden gezegd, er wordt vanavond iemand verrast met een koninklijke onderscheiding. Ik zeg het dan maar meteen, want u snapt het nu toch al. En hij wist alleen niet voor wie, maar hij wist wel dat dus alles goed georganiseerd moest zijn. 1976 al. Sinds 1976 bent u actief voor de Volkstuinvereniging Nieuw-Vennep. Dat is al heel lang. En u werd al heel snel gewaardeerd op uw financiële kennis. Dus u werd ook meteen tot penningmeester gebombardeerd. Actief om de feestelijkheden te organiseren. Onder andere rond het 40-jarig bestaan van het luchthavenpastoraat in 2015. En rond de opening van het nieuwe stiltecentrum in 2018. Maar u weet hoe het bij dit soort dingen gaat. Het is een mooi blijk van waardering dadelijk. Maar het is ook vooral een stimulans om ermee door te gaan. Want je bent daarmee ook een voorbeeld voor heel veel mensen. Want het is hartstikke moeilijk om goede vrijwilligers te krijgen. Maar als je dan hoort wat u allemaal weer heeft gedaan, dan bent u een lichtend voorbeeld voor heel veel andere mensen. En ik mag u dan ook zeggen dat het zijne majesteit, koning Willem-Alexander, heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ontzettend gefeliciteerd. Jongen, jongen, wat heeft u nou dingen gedaan? Zeg. Ja, ja. Het gaat allemaal vanzelf. Helemaal verrast nu. Helemaal echt. Ja, mooi hè, zo'n verrassing. Alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. En ga er lekker van genieten met z'n allen.